Alleen beneden zit hier verwarming, boven heb ik dat niet, dus ik lig soms bibberend in bed. Nou, we zitten hier in een museumwoning anno de jaren 50. In dit huis heeft de familie gewoond, die hebben hier 65 jaar lang gewoond vanaf 1951. En die hebben in die jaren bijna niks aangepast. Dus heel veel originele elementen zaten nog in dit huis. Nou, als je een museumwoning krijgt hier in Arnhem, dan moet je hem 10 keer per jaar openstellen. Mijn hele leven is bijna, of staat in het teken van historische dingen. Ja, en dit maakt het eigenlijk af. Leven in de jaren 50, of tenminste niet in de jaren 50, maar naar. Het is heel vanzelfsprekend tegenwoordig dat je een wasmachine hebt, een vaatwasser, een koelkast. Ja, dat heb ik allemaal niet. En zo krijg je heel veel respect voor je voorouders en ook voor wat je wel kan hebben. Hoe luxe je het eigenlijk hebt, besef je dan eens. Ja. Zo, nog even de vloer. Doen. Hoppa. Even een stukje eraf. Nou, wat ik vooral wil laten zien dankzij deze woning is... dit was een arbeidersgezin en ook hoe zij het inrichten. Vaak als mensen denken aan de jaren 50 of foto's zien of andere museumwoningen zien... dan gaat het toch wat meer richting het design en dergelijke. En dat was vaak bij die arbeiders niet. Dat vind ik zo interessant. Om ook te laten zien die jaren 50. Ja, dat was ook gebruiken van wat er was en wat je kon overnemen. En er was geen hele luxe tijd voor veel mensen. Het bevalt me heel goed om hier te wonen, maar ja, wat ik zeg, je mist natuurlijk luxe hier. Boven zit geen afzuiging in de douche, dus je moet de ramen openzetten, want anders dan trekt gewoon al je behang bijna van de muur af, van het vocht. Dat is gewoon heel, dus je gaat ook automatisch minder douchen. Je gaat je gewoon weer net als vroeger met een doekje gewoon wassen, want het is gewoon zoveel gedoe om elke keer dat vocht uit huis te krijgen. Het afwassen weer met de hand, nou, dat is natuurlijk heel veel mensen doen dat nog steeds. Maar als je het gewend bent dat je een vaatwasser hebt, kost dat ook ineens tijd. Dus dat zijn wel de dingen waar je even tegenaan loopt. Maar ik kan me er nog overheen zetten, gelukkig. Het is de eerste keer trouwens, je hebt de primeur dat ik zo'n goed sopje heb. Dat is... gebeurt me nooit. Het is altijd zo half gebakken, alsof er een pak melk in een schotel is leeggegooid. Maar het is nu eindelijk een mooi vlot sopje. Daar ben ik blij mee. Zo, over even netjes. Nou, veel mensen die mij kennen, die zeggen allemaal van... Oh, dit is zo typisch Jeffrey. Dit is echt... Je had ook niemand anders beter in zo'n museumwoning kunnen plaatsen dan mij. Nou, een van de dingen waar je het meeste plezier uithaalt als je hier woont, is dat je nu die eerste weken vooral ziet hoe het steeds kloppender wordt. Je past kleine details aan en als je dan ziet van, oh, dat heb ik af, dan ben je blij van, oh, dat is me toch weer gelukt. Of, oh, het is toch weer een stukje meer in die tijd. Voor de woning zoek ik nog een aantal spulletjes. Ik zou heel graag ook willen proberen hoe het was om vroeger met de handwas te werken. Dus een wasketel moet ik nog, een wringer. Het liefste dus ook eentje die echt werkt. En een petroleumstel met 4 tot 5 tot meer pitten. Waar je vroeger de wasketel op warm maakte. Die zetten ze dan gewoon in de schuur de hele nacht te trekken. Nou, dat soort dingen zou ik heel graag nog uitproberen. Als er iemand überhaupt iets even van die zegt, oh, dit is jaren 50, meld het heel graag. Het is vast welkom.